het thema vanavond is Summer Jam. We zijn lekker aan het feest hier. En ik zit hier bij de familie van Rochelle. En naast mij staat Wendel. En Wendel is haar broertje. En jij bent hoe oud? 11. 11. Wat vind je van de show, Wendel? Ja, heel leuk. En ja, heel leuk om te zien. Jij hebt er al vele gezien, hè? Jij bent, hij is expert. Je hebt er vele gezien, hè? Je hebt alle shows van X Factor tot nu toe gezien. Ja. Hoe cool is dat? Heel cool. Ja. Wie vindt... En ik heb begrepen dat je moeder de best heeft gedaan om hem één keer niet mee te nemen. Ze denkt, even rustig zonder kinderen. Dat is niet gelukt, hè? Nee. Wat ging jij doen? Weet ik niet meer. Nee. Hij werd heel boos, want hij wilde echt per se mee. En toen mocht hij uiteindelijk mee. Wie vind je nou de allerbeste? Rochelle. Ah, Rochelle! Ja, dat zou kunnen. En wat vind je nou zo ontzettend goed aan je zus? Dat ze zover is gekomen en haar stem en ja. Ze is echt goed, hè? Heeft ze altijd zo goed kunnen zingen? Ja, best wel, ja. Ja. Maar had je gedacht dat ze zo goed was? Ja, ik had niet gedacht dat ze echt zo ver zou komen, maar... Maar vertel je er af en toe dat je haar heel goed vindt? Dat zou wel fijn zijn voor haar. Wat complimenten heeft ze af en toe wel nodig. Ja, af en toe doe ik dat wel, ja. Wat zeg je dan? Ja, dat ze heel goed is en dat ze het wel kan, dat ze niet zo zenuwachtig moet zijn. Nou, en dat zeg je heel goed. Want af en toe heeft ze dat nodig, want vorige keer ook had ze opgetreden. En toen had ze één klein foutje gemaakt en dan is ze echt zo hard voor zichzelf. Dan is ze gewoon boos op zichzelf. Ja, ze probeert elke keer weer een dagje beter te worden. Dankjewel voor dit gesprek, Wendel. Je mag weer gaan aanmoedigen zometeen, want je zus komt eraan. Elke dag probeert ze een dagje beter te worden. Het onderste haalt ze uit de kan. En haar coach Erik kan er veel over vertellen. Rochelle is zo kritisch op zichzelf dat elk moment realiseert ze zich, oh, dit had ik beter kunnen doen. Bij het optreden van Waylon zat er één minuscuul foutje wat niemand heeft gemerkt. Terwijl wij allemaal staan te juichen, de hele studio gaat los. En zij heeft zoiets van, ja, het was het niet helemaal. Waarom ik zo kritisch voor mezelf ben, dat is heel raar. Want dat merk ik ook eigenlijk pas sinds ik meedoe aan X Factor. Nu ben je bezig met iets waar je je beroep van wil maken, dus alles moet goed. En als het dan niet zo is, ja, zit ik even in een dip. Rochelle, thema Summer Jam. Het tweede nummer, dat moest een beetje een soort van balladachtig gevoel hebben. Ja, dat lome zomergevoel. En toen had jij ineens een heel leuk voorstel, vond ik. Ja, Bruno Mars, Nothing New. Ja, dat vind ik te gek. Erik heeft een hele leuke versie gevonden, dan live versie. Hij begint heel traag. En dat er daarna toch nog een beetje energie bij komt, zeg maar. All over the world now, I could be... Ja, nee. En dat doe je niet meer. I could be chasing. Dat kan eigenlijk, is maar één noot, hè? Yeah. I could be chasing. Het zinnetje in een refreintje, dat is zeg maar een verbinding of zo. Ja, dat vond ik wel even moeilijk. Vooral omdat iedereen er weer bij staat te kijken. We nog één keer proberen. Ram hem er eens uit. Oh. Ja, je hebt je dag dus niet. Nee. Dat weet ik hem, maar het is toch lekker. Ik wil het één keer gehoord hebben. Als ik deze liveshow doorkom, dan is er weer de halve finale. En ik moet zeggen dat ik me nou toch wel... Iets drukker maken als op het begin. Je moet gewoon harder werken, telkens weer. En dat heb je eigenlijk pas in de gaten als je ermee bezig bent. En Rochelle probeert met elk liedje steeds een stapje beter te worden. En we gaan gewoon weer een stap verder en een stap vooruit. Hier is Rochelle. You, I was perfect, I'd be lying. If there's something I'm not doing, girl, I'm trying. I know I'm no angel, oh, but I'm not so bad, no, no. You should know there's beautiful girls all over the world. Now I could be chasing, but my time would be wasted. Back home down in Georgia to New Orleans, but
you always do the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. Hey, no. Beautiful girl, all over the world. Now I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Hey, nothing on you, baby. Beautiful girl. Voorzichtig op die hakken. Je hebt zulke mooie tanden, dat zou zonde zijn. Rochelle, leuk nummer voor jou, lekker, lekker summer. Het is wel grappig dat je ook blijft zingen Beautiful Girls. In plaats van dat je Beautiful Boys er zou van kunnen maken. In jouw geval, hou je hem lekker op de vrouwen, vind ik enig. Eerste gedeelte vond ik twijfelachtig beginnen. Je zong hem niet heel netjes. Ik denk dat je dat beter had kunnen doen. Maar het tweede gedeelte daarentegen, toen stond je op, het stond je ook letterlijk op. En nou, het was waanzinnig, Rochelle. En met die attitude en die power en die heetjes erin. En zo muzikaal. En nou, dat spatte er echt vanaf. Ik hoorde je net in het filmpje zeggen. Pas op bij mij. Oké. Rochelle, ik hoorde je net in het filmpje zeggen, als ik deze live show doorkom. Ja, schat, luister. Sinds jij dat Price Tag zong van Jessie J, heb jij natuurlijk jezelf al in die finale gezongen. Elke keer... Ja, maar wacht, ik ben nog niet klaar. Elke keer als ik dat nummer op de radio hoor, denk ik, ah, lekker nummer, jammer dat het Rochelle niet is. Want ik vond dat jij het nog net ietsje lekkerder zong. Wat mij betreft heb je daar al je plek in de finale mee verdiend. En toch, dit nummer vond ik je weer niet passen. Ik vind deze show, de twee nummers, je minder goed passen. Wat niet wegneemt dat ik gewoon je een geweldige zangeres vind. En ik denk dat je ook weer moeiteloos naar de halve finale gaat. Mijn dochter van 8 die... Oh. Mijn dochter van 8 belde me net. Ja, papa, je doet alleen maar aardig tegen mensen. Ik maak me zorgen over je. Maar ik vond... Nou, daar begin ik dan. Die van Bruno Mars, die start... Ja, weet je, prima plaat. Dat het een beetje een hangmat hit is. Dat weet je, een beetje alles lui en lazy. Je weet toch. Maar dat, daar had je hem al. En... Ja, ik ben eigenlijk, ja, ik kan een heel lang verhaal houden, maar ik ben echt een enorme fan van je. En als je deze plaat zo maakt, dan mag jij maandag bij mij terugkomen om dat te zingen. Dankjewel. Nou, hij is er, hè. Deze hebben we ook opgenomen. Hij is ook te downloaden vanavond al. Dus dan kan ze bij je langskomen met de orkestband. En dan zingt ze hem nog beter dan nu, denk ik. Ja, Rochelle, ik vind het gewoon fantastisch hoe jij het doet. En jij blijft maar voorzichtig en kijken van... God, ik weet niet hoe goed ik ben en of ik wel door deze ronde heen kom. En ja, weet je, er staat ten eerste een beeldschoolmeisje... die zo geweldig zingt en steeds denkt... ja, hij moet eens ophouden met mij de hemel in te prijzen... want dan word ik een beetje onrustig van. Ik heb liever dat ik gewoon weg mag. Maar ik ga toch nog even door, want ik vind je zo ontzettend goed. Het is zo leuk om met jou te werken. Je pakt het allemaal zo goed op, dat zie je ook in die filmpjes. Ik krijg je toch elke keer weer over een puntje heen en een stukje verder. En ik ben heel benieuwd waar het eindigen gaat. Ik denk dat je tot het einde mee gaat doen. Ik denk wel. Knuffel van een meisje wat daar zegt, er zijn er nog meer, maar die pakken we zo meteen wel op. Ja, hoe vond je dat je broertje eigenlijk niet echt wist dat je zo goed was? Ja, wel grappig. Nou ja, thuis probeer ik natuurlijk alles uit en dan bler ik het dak eraf, soms vals. Dus ja, misschien voor hun ook wel even heel anders dit allemaal. Ja, ja. Begin je het nou zelf een beetje te beseffen? Begin het allemaal een beetje goed door te dringen? Ja, moet nu denk ik wel. Gadverdamme, maar naar die finale straks. Stel je voor. Ja, je moet het. Ik weet van mezelf dat ik. Nou, het wordt wel tijd dat ik ga beseffen dat ik. Goed ben!
Zo is het. En vind je thuis ook dat ze de X-factor heeft, dan is het allemaal heel simpel stemmen. Want ook zij heeft echt alle hulp nodig. Hè? Pak die telefoon, bel naar 0909 1301. Of je kan sms'en naar 3131. Rochella!